erg spannend. Ik denk als ik het maar niet op 10 minuten ga verliezen, dan maar. Maar het is goed gekomen. Ik ben Ad Fortuyn uit Strijen. Ik speel hoofdzakelijk de internationale vluchten, de ZLU, met allemaal duiven van Hugo Batenburg. De eieren worden door Hugo gebracht, hier uitgebroed. Ik doe dit sinds 2010. Daarvoor speelde ik nog gewoon met jonge duiven, samen met mijn zoon. Maar die heeft niet zoveel interesse meer. Toen de meisjes in beeld kwamen, is hij gestopt met de duiven. Ik heb een drukke baan, dus de Hugo zegt, joh, laten we gaan op fond vliegen, daar heb je wat meer tijd. Nou, wat meer tijd, dat valt wel mee, want je doet natuurlijk 10 vluchten voor spek en bonen mee. Maar het vondseizoen, dat duurt maar 7 weken, dus het is 7 weken op de tenen. En het gaat best goed. Het is, vorig jaar won ik eerste Nationaal Agen, de snelste van heel Nederland, ook van de oude duiven. En dit jaar de eerste Nationaal Sint-Vicent en ook de eerste internationaal. Dus ja, wel heel bijzonder voor mij en ook voor Hugo, die ze alle twee gekweekt heb. En hier zijn ze alle twee gewonnen. Dus heel bijzonder, vind ik zelf. Nou, normaal zeg ik ook altijd tegen Hugo, ik heb een hekel om uit bed te komen vroeg en dan uren voor niks op die duiven staan te wachten. Dus ik heb een sms op mijn klok en daar wacht ik altijd op. En als er dus in de hele vroegte een komt, dan, dan word ik daardoor gewekt en ga ik kijken. Gisteravond probeerde ik dat ding te testen, maar hij deed het niet. Dus ik zeg tegen mijn vrouw, dan moet ik morgenochtend toch nog vroeg uit bed. Maar ja, ik ga het wel doen, want stel je voor dat er eentje zit. Ik kwam om 5 uur buiten, net over 5. Ik keek een beetje in de rondte, het was nog niet helemaal donker. En ik zag daar mijn eerste getekende op het huis zitten. Ze zat gewoon al te slapen. Ik heb 20 minuten lopen smeken of dat ze binnen wilde, duiven losgelaten, van alles gedaan, maar er zat geen beweging in. Ik heb toen de ladder gepakt en met een stokje heb ik geprobeerd ze zover te krijgen. En na 25 minuten kon ze geklokt worden. Het was erg spannend. Ik denk als ik het nou maar niet, want ik heb 14 minuten verloren daardoor. Buiten de neutralisatietijd, ik denk als ik het maar niet op 10 minuten ga verliezen, dan maar. Maar het is goed gekomen. Het mooie aan de ZLU vind ik dat we op de avond duiven kunnen constateren. Maar ja, in 2018 hebben we dat niet één keer meegemaakt. In 2019 ook nog niet. Het mooie vind ik om 's avonds om 9 uur hier te staan en dan duiven die 14 uur achter elkaar gevlogen hebben te constateren. Dan hebben de duiven de echte snelheid die ze gemaakt hebben achter de naam staan. Die heeft met neutralisatietijden niks te maken. Een soort superdag vond, dat vinden wij het mooiste. Maar ja, als ze de dag van lossing niet thuis kunnen komen, ja, dan zullen we toch met de tweede dag moeten doen. En dan zit de nacht ertussen en ja, dan weet je het nooit. Deze duif hebben ongetwijfeld ook een stukje van de nacht gewoon gepakt. Want ze is, ja, om 5 uur was het toch nog vrij donker en ze zat echt te slapen. Dus die is misschien wel om 2 uur gekomen of om 3 uur, ik weet het niet. Maar ja. Het is wel apart als je dat meemaakt, maar ik zou ze liever 's avonds thuis hebben, de kopduiven. Maar ja, dat heb je niet voor het zeggen. Hugo kweekte uit zijn beste vliegduiven 10 jongen. En die werd door een vriend van ons grootgebracht. Die heeft wat voedselkoppels. En op het laatst zei hij, ik hoef ze niet, neem jij die jongen maar van de vliegduiven. Dus ik bij die jongen die duiven opgehaald. En dat, een van deze duiven was dat. Ook weer met de ring van Hugo om. De meesten hebben allemaal eieren, die hebben allemaal ringen van mij om. Maar deze is dus gewoon uit de vliegduiven nu, uit echt een hele goede Davin, Yvette, samenkweekt met ETM Allen gekweekt. De vader is ook een samenkweek met ETM Allen, dus het is een 50% oude witbuiksoort van Hugo met ETM Allen, Monar en Montali. Dus ja, echt ook een super afstamming.
Ja, Hugo zegt dit is het allerhoogste. Maar dat vind ik niet. Het allerhoogste is Barcelona winnen. Dus ja, dat zou een wens zijn op duivengebied dan. En verder, ja, gezond blijven, dat is de grootste wens.